Arie Boomsma reageert op verwijten en SB-gedrag. Nadat Arie Boomsma zich afvroeg of adverteerders zich lekker voelden bij de uitlatingen in Veronica Inside, is de presentator, Fitboy, het mikpunt van haatreacties. In talkshow Op 1 werd hem zelfs NSB-gedrag verweten. Boomsma vindt dit erg jammer. Johan Derksen veroorzaakte, weer eens, veel ophef met een foute grap. En nadat Boomsma zich op Instagram afvroeg of adverteerders dit gedrag wilden faciliteren, daalden de advertentieinkomsten tot een absoluut dieptepunt. Na een pijnlijke uitzending rond het thema racisme implodeerde de show, nadat Derksen en René van der Gijp woest waren op Gené, die wordt de laatste dagen ook regelmatig Nsber genoemd, een term die een beetje aan inflatie onderhevig lijkt. Gené hakte volgens het duo veel te hard op hen in, terwijl hij zelf ook verantwoordelijk is voor het programma. Joop van het Hek bemoeide zich ermee, Angela de Jong deed een duit in het zakje en inmiddels staat Veronica Inside totaal op losse schroeven. In de uitzending van Op 1, waarin Wilfred Gené vertelde over de situatie rond Veronica Inside, noemde Fidan Ekies de actie van Boomsma NSB-gedrag. Tegenover nu.nl reageert Boomsma op de uitzending. Het is wel heel erg jammer dat iemand als journalist dingen overneemt van opiniemakers, zonder de feiten. Vervelend is soms dat het lijkt alsof ik adverteerders zou bellen. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Dat beeld werd de laatste tijd wel een beetje opgeroepen, alsof Boomsma hemzelf Veronica Inside de nek had omgedraaid. Het enige wat ik gedaan heb, is vragen, moet je je als adverteerder, of als kijker, of als zender niet afvragen of je een podium voor discriminatie van minderheden wil zijn? Dat is een hele relevante vraag, maar het is een vraag. Die heb ik nu gesteld, dus dan is het ook klaar. Voor Boomsma mag de kwestie afgelopen zijn, de kritiek op hem is nog steeds niet gaan liggen. Elke keer als iemand daar wat over roept, dan kun je daarop reageren, maar dan blijft het maar doorgaan. Het gaat niet meer over de vraag waarover het zou moeten gaan. Je mag alles zeggen in dit land, maar waarom zou je dat willen? Wat Arie betreft kan Veronica Inside gewoon doorgaan, en hoopt hij niet dat Gijp, Derksen en Gené de microfoon nu aan de wilgen hangen. Van mij mag dat programma altijd op tv blijven, en van mij mag je alles zeggen wat je wil, maar vraag je af waarom je dingen zegt en wat het ontketent en waar je eigen verantwoordelijkheid ligt.